Bassound 3 in Tal Noisemaker. We gaan eerst de sub er even uit doen. We kiezen een default patch. Default. Weer die lekkere boring zaagtand. Laten we een boring square kiezen. Ook boring. Beetje elektronisch geluidje. Laten we een is wat anders gebruiken voor oscillator 2. Deze hebben we al gebruikt. Een triangle, een sinus en een noise. Noise hebben we ook wel gebruikt voor wat noise geluiden. Een triangle en een sinus lijken op elkaar. Een triangle is ietsje helder dan een sinus. Sinus is maar één fundamentele toon. Een triangle is een wat lievere toon. Gaan we ook wat omlaag stemmen, 12 semitoon omlaag. Sub erbij. En ook dit gaan we weer filteren. Waar zou je zijn zonder filter? En nu wil ik eigenlijk dat dat filter hakketakken beweging doet, in plaats van al heel smooth open en dicht, alsof je de hele tijd aan het filter zo draait, is het alsof die open springt. Dus we gaan daar een LFO voor gebruiken. Die gaat naar het filter. Die wil ik gesynct met de tempo en getriggerd met de noten. En dan gaan we in plaats van een sinus, gaan we een zaagtand gebruiken. Dan gaan we de snelheid instellen. Laten we hem op 16 zetten. Lekker snel. En de amount. Beetje resonantie erbij. Niet te veel, want dan wordt het zo bubbly. Dus de snelheid. We kunnen nog een andere beweging toevoegen. Dus laten we eentje die omhoog en omlaag naar het filter gaat. Hakketakken. En deze laat het filter meer open en weer dicht. Open en weer dicht. Nog een beetje boring. Filter gaan we ook nog met de envelope aansturen. We gaan hem eens wat funkier maken. Dus we gaan het filter langzamer open doen. En dat het weer een beetje dicht valt. Hoe lang dat duurt. En omdat je meerdere modulatie bronnen stuurt, gaat het filter steeds meer open. Dus het is eigenlijk een beetje continu afstellen van hoeveel het een of het ander doet. Anders is die alleen maar open. Je kan ook, omdat dit allemaal positief is nu, dus hij draait het filter open. Je kan het ook de andere kant op doen met de contour. Een stuk interessanter.
Laat eens een bitcrusher proberen. Klinkt wel interessant. Misschien een Chorus. Ja, dan wil ik wel meer sub. Ik wil wel meer dat het een bas is. En oscillator 1 staat flink ontstemd, dus die zetten we ook. Die staat 2 octaven lager. En misschien leuk als je noten naar elkaar toe speelt om ze naar elkaar toe te laten gliden met een portamento. Dat zetten we aan en de tijd. Hij klinkt alleen wat lang door, dus ik maak hem wat percussiever. En ik vind de invloed van deze LFO een beetje te veel, dus ik wil het wel een beetje en dan is die doffer, want filter is meer dicht, dus draait filter wat meer open. Of de invloed van de LFO wat minder, wat nu negatief is, naar het midden is neutraal. Portamenten wat langer, dat hij naar de noten toe glijdt. Nou, het is een beetje een maffe bas, maar een beetje een stotterende bas. Dus ik ga een stuttering bass noemen. Stuttering bass 1.